Teun Koopmeiners en Owen Wijndal kunnen terugkijken op hun beste voetbaljaar uit de nog prille loopbaan. De twee AZ'ers behoorden wekelijks tot de betere spelers op het veld. En het zou maar zo kunnen dat ze hun laatste wedstrijd voor de Alkmaarders hebben gespeeld. Natuurlijk speelt het door je hoofd en daar denk je veel aan. En ja, dan schieten er wel herinneringen door je hoofd heen. Ja. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. Maar het was sowieso een bijzonder jaar. En vorig jaar denk ik ook al. Ik denk dat we een hele goede lichting hebben. En wat ik zeg, ik zie wel hoe het loopt. Ja. Discussie is beslecht door Wijndal zijn eerste van het seizoen te laten maken. Doet hij dat ook? Nee, dat doet hij niet. Geen 5-0, wel 5-0, ja. Persoonlijk denk ik ook weer een mooi jaar. Gewoon een goed jaar, denk ik. Veel dingen meegemaakt. Dus ja, al met al gewoon een goed jaar, denk ik. Koopmeiners, en die zit er prachtig in. Het goede spel van Koopmeiners en Wijndal is niet onopgemerkt gebleven. Want beide spelers behoren tot de voorselectie van Oranje voor het EK deze zomer. Als je daar op het veld staat, dat geeft toch weer een ander gevoel dan hier op de club. Je staat met de beste voetballers van Nederland op het veld. En het gaat wel om het Nederlands elftal. Dus ja, dat is altijd speciaal. Ja, dat omschrijf je heel mooi. Dat het speciaal is dat je tot de beste Nederlandse voetballers behoort. Besef je dat ook? Ja, er is zoveel aandacht omheen. En iedereen heeft het erover. En je merkt ook nu, als je op zo'n voorselectie staat, hoeveel berichten je daarover krijgt. Ik hoop gewoon om een basisplek daar te krijgen en gewoon minuten te maken. En ik zie wel hoe het loopt. Ik doe gewoon mijn best en dan gewoon genieten. Ja, de vorige keer dat Nederlands elftal meedeed aan EK, was je nog gewoon supporter. Ja, dat zeker, ja. Sta je er wel eens bij stil? Nee, dat niet eigenlijk. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht, maar het is wel gewoon heel bijzonder, ja. Ik weet nog dat ik op het Museumplein zat voor een WK. Nou ja, dat je dan hopelijk nu zelf zo'n toernooi mee mag maken, dat is een andere droom die uitkomt.